Hopelijk komen we er ooit nog wel eens uit, hè? Ja, we komen eruit. Het is maar het of dat het geld maakt. Ja. Enige dagen of enige nachten meer doen te draaien, hè? Ja. Ja. We komen eruit. Beetje, gewoon een beetje bijdrukken. Ja. Dan lukt dat wel. Ja. Ja, 800 miljard bijdrukken. Moet te doen zijn, hè? Dat is mogelijk, ja, hè? Niemand heeft niets gezien, hè? En dat wordt. Dat wordt. Die drukker gaan werken. Ja, ja. Dat komt in orde. Ja. Ik denk te mogen stellen dat we hier een nieuwe cabaretier hebben ontdekt. Een man die het werkelijk schitterend zal oplossen, gewoon geld bijdrukken. Maar wat wij hier zien is dat er niets is bijgekomen. Niets voor Annie, niets voor Roger. En dat is jammer voor Roger, want dat betekent dat wij helaas afscheid moeten nemen van Roger. Roger, dit is de Drie Wijze Ster. Ik mag hem even daar zetten. En u krijgt van ons een schitterend boek. Het gaat over de werking van de kurkentrekker en andere machines. Ja, een schitterend boek staat van ons. We gaan nog even mee sporten om te kijken hoe Annie het er verder van afbrengt. Want Annie, je hebt op dit moment 15.000 frank, maar het kunnen er 315.000 worden. Maar dan moet je natuurlijk wel in onze eindronde goed gokken, waar of onwaar. En daar zitten drie patente leugenaars. En we gaan even naar Jean de Eerste luisteren. Even van mijn wijnlippen, sorry. In 1970, ik maakte toen deel uit van de legendarische bluesgroep Roland en de Blues Workshop. Ja, jongen. Ik heb nog geloofwaardige muziek gespeeld. Wie kan dat hier zeggen? Zonder in detail te treden. Ik reed toen met een bestelwagentje van het merk Fiat, dat mag ik zeggen, want dat is Italiaans. En dat... Dat was het kleinste bestelwagentje ter wereld. Dat was de Fiat 500 bestelwagen. Dat zo'n wieltje. 500. En dat had zo'n wieltjes. Daarin zaten vooraan de drie leden, Roland, de drummer en ik, in het bestelwagentje alle materiaal. Het wagentje hing op de grond. We vertrokken veel te laat vanuit mijn geboortedorpje Zottegem naar Wetteren. En onderweg begon het camionetje danig te stomen en te puffen tot de drijfriem het begaf. De drijfriem. Ja, zoals u het zegt. Roland, die nooit in paniek slaat als hij een uurtje of vijf te laat op een optreden aankomt, zei: Jeanke, geen paniek. We gaan even hier in de buurt naar een kruidenierswinkel. We kopen een paar nylonkousen. We knopen zo een kous rond de omtrek van waar die riem moet zitten. En dat marcheert. Ik weet dat dat marcheert, zegt hij. Ja, ik zie de mensen in de zaal knikken. Ja. Er zijn er wel meer die met duidelijk met nylonkousen in een auto bezig zijn. Dat klopt. Het was een trucje. Wij gaan 1970. We hadden heel lang haar en wij zagen er... Precies, de meer aangegroeid, jongen. Nee. Maar ik leid dan ook niet aan de ziekte van Hedel. Straks meer daarover. Wij gaan een kruidenierswinkeltje binnen. Ja? Die madame van de winkel verschijnt achter haar toonbank, kijkt heel verschrikt naar die drie booswichten die daar staan en vraagt: hier, voor wat is het? Waarop dat Roland zegt: madame, thuis voor een pornilonkaasen. En zegt ze: meneer, wat moet dat zijn? Thuis voor een Fiat 500. Wat denk je? Is dat waar of is dat niet waar? Dat is best mogelijk. Dat is best mogelijk, zeg Annie. Dus het wordt daar behoorlijk groen bij, Jean. Erik. Mijn verhaal is niet zo grappig. Ook niet zo waar misschien. Gelukkig maar. Maar ik ben dan ook niet van Zottegem. Enkele jaren geleden maakte ik deel uit van een Nederlands, dus Hollands ensemble. En we speelden een spektakel, dat noemde het Kuipspektakel. Dat gaat door in het Feyenoordstadion. Het cocktailtrio, was het dat? Nee, het was de Los Vast Band, noemde dat toen. Daar was 40.000 man, het was een jaarlijks spektakel. En net voor het allemaal begon... Allemaal paters, er waren geen vrouwen bij. Hadden ze, beloofd dat er 40.000 man gingen zijn. Er waren er 40.000, Jean. Zoveel als op al uw optredens samen. Of anders.
En net voor het begin, dat duurt 4 uur, zegt de orkestleider tegen mij: vergeet niet dat we beginnen met het volkslied. En jij moet het hoofdthema spelen op je gitaar. Luid, heavy, dat iedereen van uit het dak gaat. Ik denk niet verder na, het doek gaat open, we beginnen en ik speel de Brabanson. In Nederland. Die mensen kennen dat niet. Jij bent ondertussen aan het knikken van nee en je drukt ook fout. Je denkt dat dat niet mogelijk is. Waarom niet? Kan niet. Nee, zegt Annie. Goed, Walter. Ik ga u het verhaal vertellen waar deze twee heren hier eigenlijk rechtstreeks en onrechtstreeks voor verantwoordelijk waren. Dat moet een heel goed verhaal zijn. Walter. U moet weten, Erik speelde de gitaar bij de LSP-band. Dat was voor zijn geestelijke inzinking. En op een bepaald moment, hij moest dus waarschijnlijk naar de Kuip in Nederland, denk ik. Hij moest weg en wat bleek, Jean Blouten ging de heer Melaerts vervangen op gitaar. Verbeteren op gitaar. Stelletje. Nu moet je weten, we hadden dus niet kunnen repeteren. Walter, je hebt nooit kunnen repeteren. Jij kunt dat niet repeteren. Ah nee, ik kan dat vanzelf, ik heb dat ook niet nodig. Ik kom daaraan, het groepje was al bezig, ik zie daar Jean Blouten staan op het podium. Ik denk, oei, het eerste nummer wat ik moet doen is een zeer traag nummer, waarbij de toetsenman op orgel enkele noten inzet. Ik kom dan op. Many Rivers to Cross. Many Rivers to Cross, heet dat nummer. Dat is niet waar, hè. Walter gaat en ik moet dan heel hoog direct mijn hoge noot beginnen inzetten om te beginnen zingen. Kun je dat dus al voorstellen? Dat orgel dat start, ik kom op het podium en ik passeer voorbij de gitarist Jean Blouten. Ik concentreer mij op mijn eerste noot. Op het moment dat ik voorbij Jean kom, zegt Jean tegen mij: maar Walter, jij hebt de ziekte van Edel. Ik denk even na, ik ga naar mijn micro, ik concentreer mij nog. Waarop hij dichterbij komt en zegt: kende jij de ziekte van Edel? En ik zo: nee, maar ik wil beginnen zingen. Hij zegt: de ziekte van Edel, dat is meer haar op je gat dan op je schedel. Waarop ik moet beginnen zingen met mijn eerste noot. Mee. En ik schiet in een lach. Ik raak daar niet meer uit, dat orkest is moeten stoppen. Heel die zaal lag plat. En daar ging mijn entree natuurlijk van mijn fantastisch grote optreden. Dankzij de heer Jean Blouten. Wat denk je, Annie? Fout. Je denkt fout? Ja. Kom op, fout. We gaan even kijken en we gaan het rijtje afgaan. Jean Blouten, was jouw verhaal waar of niet waar? Het was waar. Dat gaat wel goed, Annie. Alles stevens. Erik Melaerts, is het verhaal waar of fout? Het is redelijk fout. Ja, dat blijft goed aan. Ja. En tenslotte, Walter Grootaars, is jouw verhaal waar of fout? Het gaat hem hier over 300.000 of 300 of 15.000. Daar gaat hij. Als u Jean Blouten vandaag had bezig gezien, dan weet u dat het verhaal waar is. Helaas, lieve Annie, wat erg. Wat erg. Je deed het uitstekend. Je kwam heel ver. Je had bijna 315.000 frank. He? Dat zijn er 15.000 geworden. Ja, je vindt het toch leuk om meegedaan te hebben. En 15.000 neem je mee naar huis met onze prachtige drie wijzerster. En uiteraard, terwijl ik haar drie lekkere zoenen geef, gaan we voor haar een schitterend applaus geven, dames en heren. Zo. En we nemen onze wafel mee. En met de wafel van Rosie in de hand zeg ik, dames en heren, tot volgende week voor een nieuwe aflevering van De Drie Wijzen. Zorg dat u erbij bent.